En als het goed is, blijft hij hangen. Kleiner. Moet niet remmen, denk ik. Je kan weer de lucht in. Gas bij hem, Dien. Ja, gasje bij. Ai, ai, kapitein. Hele goede morgen. Het is lekker fris. Welkom weer bij een nieuwe Knippie Kuipers on Tour. Ik sta samen met Berry. Morgen gaat het wat? Ja, het is lekker fris, hè? Ja, het is koud. We gaan zo meteen lekker hard aan het werk. Maar we staan bij Harreman en Van Harten. Oh, daar gaat de eerste wagen al. Ook echt een dikke kar. Dat is een 7,30. Nee, 7,70. Oh, 7,70. Ja, dat kan allemaal niet op hier. En jij hebt een 6,50S. Ja. Daar gaan we mee op pad. En je zei al, ja, ik rijd mooi met een bakwagentje. Ja, dat moeten we maar doen, hè? Ja. Ja, nee, zo is het ook. Maar je hebt een mooi verrekker erop staan. Daar gaan we zo meteen mee aan de gang. Wat gaan we doen? We gaan even naar Venemuiden. Mooi. Dan gaan we een geveltje dicht hengelen. Met de verrekker? Met de verrekker. Jij doet nog even een stukje. Ja, natuurlijk. We gaan nog even een keer. Ja. Dan kan ik mooi even rommelen. Dus, en daarna gaan we nog wat doen? Daarna komen we hier terug aan de zaak. Pakken we een hoogwerker. En dan gaan we naar Deventer. Nou, top. Ik ga het allemaal weer meemaken. Ja. En je hebt het allemaal dicht voor elkaar. Dus ik vind het allemaal helemaal leuk. Gaan we zitten, want het is koud. Ja, kom. Mooi. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say, I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Mooi, we zijn aangekomen in Genemuiden. Het is al licht geworden, het is wel lekker mistig. Maar dat maakt voor ons niet uit, hè? Nee, het werk gaat gewoon door. Ja, stem. Als die panelen maar tegen de wand aankomen. Je hebt hem de voorkant omhoog gezet en de achterkant omlaag. Want dan krijg je een beetje zo'n afrijbare situatie. Ja. Lekker makkelijk. Ja. Goed, als we hem dan zo, we gaan hem lossen. Als we hem gelost hebben, wat ga jij dan doen? Dan ga ik naar die jongens, doe ik de lier eraan en dan... hengelen we die panelen eraan. En dat is van dat stuk? Ja, dat stukje. Oké, die gaan we helemaal dichtmaken, dat grote gat. Ja. Straks is het grijs. Straks is het grijs. Eén grijs gebied. 50 tinten. Ja. En we gaan lossen. Dat is één. Wat ga je doen? Draaiplaten eruit, anders komen we er niet af, hè. Ja, maar jij zegt dat alsof het de gewone zaak van de wereld is. Maar dit is natuurlijk wel... Hoppa, lampjes naar beneden. Rijplaten naar beneden, eruit. Rijplaten eruit. Steunpootje. Steunpootje? Dat die niet ja, verder inzakt. Ja, anders staat op de klep. Oh ja, moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben. Oké, allemaal aan de buitenkant. Ja. Goed zo. Super. Helmpje op. We zijn bijna klaar. Berry is even aan het klaarzetten. Ik weet niet, hij heeft ook nog iets aparts op zijn lepels, maar dat zal hij zo wel uitleggen. Dus nu gaan wij de hele zijkant er hierin zetten. De rest hebben ze al gedaan. Alleen dit, want Berry was hier gisteren ook. En nu moeten we alleen dat vlak helemaal dichtmaken. Dus als wij zo meteen klaar zijn, is het gebouw helemaal dicht. Met het eraf rijden had je dus deze in de lepels hangen. De lepels heb je er nu afgegooid. Wat is dit? Dit is de lier. En wat ga je daarmee doen? Daar hangen we zo meteen de zuignap in, dan kunnen we die platen pakken en die hangen we aan de gevel. Ja.
Die kan weer de lucht in. Hij die daar boven werkt, jongen, dat is wel echt een beuker, hoor. Die gaat een partijtje door. En het mooie is, ze hebben natuurlijk nu zo'n kort strookie. En daarna moet hij weer helemaal lang tot aan beneden. Hij meet hem op, hij roept alleen naar beneden. 41. Nou, wordt gezaagd. 41. Oké, nu komt hij natuurlijk recht naar beneden. Moet ik hem eerst even losklikken, dat hij zo hangt. Even positioneren, een beetje het midden. Lucht erop. Keurig. Zuigt die vacuüm. En als het goed is, blijft die hangen. Kledder. Zal die plaat naar beneden. Zal het toch gebeuren? Volgende plaat er ook tegenaan. We komen precies uit, geloof ik. En als het goed is, mag ik zo meteen. Want ik... Betty zegt, wil je even proberen alvast? Kreeg ik ongeveer de moeilijkste plaat die er was, met vier hoeken eruit. Dus als het goed is, mag ik zo meteen nog even een hele plaat ophangen. Ik weet nou weer een beetje hoe die bediening werkt. Dus, ga ik zo toch weer even proberen. Strak, hoppa. Super, mooi. Die eerste bout had ik helemaal opgerookt. En ik denk, ik moet vet van kracht zetten. Hier, daar. Ja, hier, moet je komen kijken. Kijk, die hele kop is eraf, waar je in moet, waar je ermee doorheen kan gaan. En ik denk, ja, gas geven met dat ding, beuken. Was helemaal niet de bedoeling, je moet die kop het werk laten doen en dan draait hij er zo vanzelf in. Gewoon een centimeter van die bout afgeboord. Nou, ik zit weer. Ik ga de GoPro aanklikken. Barry, heb je er vertrouwen in? Nou, denk ik wel. Nou, dit geeft mij weer heel veel vertrouwen. Dit was zo'n antwoord van, nou. Maar joh, maakt niet uit. Ik begin gewoon. Gas bij of niet? Ja, gasje bij. Ja. Goed, hè? Ja, die linker helemaal volle pijp achterover en gas. Nou. Oh. Volle pijp achterover ook echt. Ga ik een beetje naar rechts winken. Ja, nu doe je heel zachtjes aftoppen. En dan een beetje naar links? Ja, joh. Nu zachtjes aftoppen. Maar hij staat boven nog echt uit het lood, hè? Ja, maar die komt wel. Zet hem naar neer. Daar is die. Goh. Hoppa, Barry. Klus is geklaard. De verrijker staat er al op. Alleen nog even vastzetten. Ja. Die jongens, die gaan die... Want die beplating is natuurlijk gebruikt, omdat je anders kleurverschil ziet. Ja. Die jongens gaan die beplating nog even schoonmaken, want het was wel vies geworden. Ook door de vorst eigenlijk. En het is nu al heel warm. Ja, dat is niet normaal. Weer, ja, lekker zonnetje erop. Wij gaan de verrijker vastzetten. Dan gaan we weer naar jullie naar de zaak. Ja. Nou, we hebben de klus geklaard hier, hè? Juist. De pand is weer netjes dicht. Ja. Kunnen ze de kachel aanzetten. De panelen zijn nog heel. De panelen zijn nog heel. Ja, zelfs door mijn stuurmanskunsten. Nou, het was wel even mooi weer, hoor. Het is altijd even wennen. Maar het is wel leuk om te doen. Ja. Nou ja, als je jou weer aan de gang ziet, dan denk je, nou, dat kan iedereen. Maar ik zal jullie vertellen, dat kan niet iedereen. Gaan we hem vastzetten? Ja. Ik heb mijn handschoenen nog. Ik ook. Goed, we trekken hem vast. Want dan mag ik ook sturen. Dan moet hij niet vanaf donderen. Pijp open. Kettetje erbij. Hè? Kettetje erbij. Ja, echt zo. Thank you.
klinkt die ook wel echt dik. Mooi, ja. Oh, prachtig. Ja, deze is aan de buitenkant wel echt heel hard. Want vanmorgen reden we ernaast. Oh, joh. De knetter die lekker. Ja, je ging bijna met... We zaten bijna met onze vingers in de oren. Zo hard was het hoor. We hadden het raam open aan die kant en we reden ernaast, jongen. Ja, echt gruwelijk. Het is wel een mooi gebied, hè? Ja, Veluwe. Beetje herrie schoppen. Ja. Ja, zegt hij. En het interieur? Ja, de mensen kunnen het wel zien, de achterwand bekleed. Dat mag je dan gewoon zelf kiezen en dan wordt het geregeld. Ja. Ja, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nou, dat is niet zo, hè. Maar dat weet je. Gewoon mooi strak. Ja. S'morgens een toertje, s'middags weer naar huis. Ja. Mooi geweest met die 6,50. Nee, ding in de hoek. Ding in de hoek. En morgen weer verder. Ja. Ja, echt... dik voor elkaar hoor. Ho, ho, ho. Dat is raar hoor. Jongens, ik vind het wel een beetje spannend. Ik heb toch eens een versnelling staan. Ik moet best wel veel gas geven. Oh, daar gaat ie. Het schijnt dat hij best wel stijl naar beneden gaat. Oeh. Hij heeft wel vertrouwen hoor, Barry. Oeh. Ik moet niet remmen, denk ik. Van achterkant ook goed. Ja, ga goed. Skitron. Hoppa! Ingelost. Ik mocht niet onder de overkapping. Want dan zou ik die giek raken. Dus ik moet hem even om Barry heen rijden. Keurig chauffeur. Oh, machtig. Dit is pas los en laden. Hartstikke mooi. Ja, jullie hebben kunnen zien hoe het allemaal heel soepeltjes ging. Hup, hup, de een erop, de ander eraf. Ja, ja. Nou, dat ging spaszuiver. Verrijker is er dus vanaf, de hoogwerker staat erop. We gaan nu naar Deventer, wat gaan we daar doen? Daar zijn ze ook gevel aan het zetten met de torenkraan als het goed is. Joekel. Ja, ik wil daar nog even kijken en dan is het klaar. En wat gaan ze met deze doen? Ja, deze helpen ze met gevel zetten. Oh, wat we vanmorgen gedaan hebben. Ja, wat vanmorgen gedaan. Oké, maar deze is nog even hoger. Deze is een tikkeltje hoger. Dan kunnen ze de beplating nog hoger hangen. Nou, dat gaan we doen. Even lekker kopje voor onderweg. Lekker toeren naar Deventer. Nog even klapper ook of niet? Ja, vanzelf. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind dit fantastisch, hè. Want als je dus als student hier komt en je hebt nog geen autorijbewijs, dan kan je gewoon deze auto's gebruiken in de tijd dat je dus je studie volgt. Dus dan kan je van kleine jongen of meisje in een klein autootje beginnen. Je kan droog naar school en dan kan je zo je studie afronden en dan op een grote auto. Maar jij hebt nog steeds zo een, toch? Ja, ja, ja. Ik ga verder. Doei, doei. Ai ai, kapitein! Wij hebben hem alvast omhoog gegooid
De rijplaten worden vakkundig neergelegd door een collega. Daar gaan we. Oeh, dit is wel spannend zo hoor, hé. Ja. Okay. Moet dat niet wat omlaag, dat bakkie? Nee. Dat gaat goed. Dan raken we zo meteen de grond, hè. Echt waar? Hé, hey. Ik ga. Ballen vast. Oh joh, echt zo. Ja, denk je dit voor de eerste keer deed of ging je ook mee met collega's? Oh joh! Dit hè? Nee joh. Je maakt wat mee zo. Ja. We zijn in Deventer aangekomen. De verrijker die moet dus ook echt gelost worden. Want hier staat er eentje die is leeg. Dus die jongens die gaan deze meteen pakken en weer morgen ook weer verder. Want zoals je kan zien, het is echt een enorm pand. Ja. En er moeten nog heel wat platen gelegd worden. Maar deze liggen dus allemaal liggend en die klikken dus ook zo in elkaar. Borden ze die er ook meteen vast? Ja, werkt precies hetzelfde. Dit gebeurt alleen met de kraan. Oké, okay. Ja, dit gebeurt met een torenkraan. Ja. Die is ook voor jullie. Ja. En die nemen jullie dus ook allemaal mee op klussen? Ja. Ze zien er licht uit als dat je denkt. Ik zag die haak niet die eronder zat. Oh, je mag iets meer aardappels eten. Zo, dat was het. Moet het nog... Mooi, hè? We staan nu toch lekker op het open... Dus kunnen we mooi testen. Onder en straks naar boven. Dag eens! Ja, lekker hoor. Dubbele pijp. Zo, net reden we natuurlijk langs dat pand. En dan vol in toeren met die zware hoogwerken. Dan hoor je hem echt bruut klapperen, jongen. Dat is echt niet normaal. Ja, gooi maar om. Dit is wel bruut hoor. Ook met rijden met dakraam open. Je hoort dit zo goed, zo mooi. Gewoon een diesel hè. Iedereen denkt dat diesels niet dik kunnen klinken. Zeker wel. Ja, echt mooi. Omdat het zo lekker is, hebben we hem even op de cruise control hoog toeren gezet. Dit was hem weer voor vandaag. Als je met een open pijp kan rijden, dan geniet ik sowieso wel. Maakt niet zo heuvel uit. Dus we hebben een mooie dagje gehad. Het weer was super. Het was af en toe wel een beetje fris. We hebben weer een hoop gezien. Ja. Vriend, ik hoop dat je het ook mooi vond. Ja, ik hoop jullie ook. Ja. Ik vond het prachtig. Ik heb ook van jou genoten. Je was weer lekker op dreef. Ik zei vanmorgen tegen hem, ja joh, als jij lacht heb je echt zo'n ondeugende bek. Ja. Ja, hier dan, kijk dan. Snap je wat ik bedoel? Nou, ik heb een Van Jachthelm op. Bedankt voor het kijken naar de Kniepie Kniepie Kuipersel Tour. Tot de volgende aflevering. En dan staat er ook een hele speciale op de planning. Dus ik hoop dat jullie dan allemaal weer kijken. Tot de volgende keer. Berry, bedankt. Yo. Hoi. Oh. Hoi. Rustig aan, vriend. Even rustig aan, zegt hij. Ja, en ik klap zo dat ding naar beneden.